Kitesurfen is mijn passie. Op zee, met de wind in mijn kite, ben ik in mijn element. Ik voel me één met de natuur. Ik leer veel van de zee. Ik was 15 jaar oud toen ik mijn eerste kitesurfles kreeg. En sindsdien heb ik op de meest unieke en geweldige locaties ter wereld gekite. Kitesurfen in vulkaankraters, tussen ijsschotsen en onder het noorderlicht. Als ik ergens ter wereld kite en om me heen alleen maar water zie, dan voel ik dat ik leef en krachtig ben. Maar tegelijkertijd voel ik me nietig. Want ik weet dat ik maar een kleine, nietige rol speel in dit gigantische natuurspectakel. Door te kitesurfen wil ik de schoonheid van de natuur laten zien, maar tegelijkertijd ook haar kwetsbaarheid. Ik wil mensen inspireren om duurzame keuzes te maken en om bewust om te gaan met de natuur. Mijn keuzes zijn heel bewust. Ik wil weten hoe duurzaam een product of een organisatie werkelijk is. Ik wil laten zien hoe makkelijk het is om duurzame keuzes te maken. Daarom vind ik het geweldig dat ik me mag verbinden met een initiatief als Springtij. Dat de toon zet voor een duurzaam Nederland. We kunnen zoveel bereiken door te luisteren naar de natuur. Ik kijk ernaar uit om samen in gesprek te gaan. Over wat de zee ons zegt en wat de natuur nodig heeft. Het Waddengebied behoort tot UNESCO Werelderfgoed. En is bij uitstek dé plek om met elkaar over duurzaamheid te praten. Er is een stem die geen woorden gebruikt. Wat zegt de zee? Wat vertelt de wind ons? Ik ben Roderick Pels en ik ben net zoals jullie onderweg. Kijk om je heen en ik zie jullie zo.